Deze video wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. Patrick Hilgens, het leek wel alsof er vandaag een compleet ander elftal stond in vergelijking met afgelopen woensdag. Hoe kun je zo als elftal beginnen? Ja, hoe kun je zo beginnen? Laat duidelijk zijn dat het niet goed was. Het was zowel verdedigend was niet goed en je zag aanvallend dat we gewoon heel veel kansen hebben gehad. Ja, je komt gewoon niet aan afwerken. Dus als je het zelf niet maakt, dan weet je, dan krijg je aan de andere kant krijgen ze tegen. En volgens mij hebben ze eerst zelf, denk ik, 4 keer op goal geschoten, waarvan de 3 in gingen. Dus ja, zij waren er gelukkig en scherp in en bij ons was het niet best. Nou, jullie hebben ontelbaar veel kansen gehad de eerste helft, 0 doelpunten. Is dat een gebrek aan concentratie of spelen ook de wedstrijden van afgelopen weken mee? Ja, dat is een goede vraag. Op zich denk ik dat het met scherpte, je moet altijd die bal verwachten. En dan zou je de aanvallers moeten vragen misschien. Maar het leek inderdaad alsof ze bij die laatste bal, zeg maar, dat het net niet... elke keer viel die bal ertussen en zij waren er wel tussen met de voet, zeg maar. En wij waren niet... kwamen net te laat of we raakten de bal net verkeerd. Ja, soms heeft van die dagen dat niet lukt. Nee, jullie hadden denk ik wel 90% balbezit over de hele wedstrijd gezien. Is het dan toch weer effectiviteit die Parten speelt? Ik denk het wel. Want je probeert door goed voetbal tot kansen te komen. En je ziet ook inderdaad dat we een paar mooie aanvallen hebben. En dan komen zij eigenlijk met de counter veel sneller eruit. En er staat één keer een bal tussendoor en zij lacht er weer in. Dus ik denk dat ze effectief gecounterd hebben. Ja. Heb je enig idee waardoor het vandaag gewoon bij Excelsior 31 niet lukte? Ja, je kunt van alles noemen. Goed, kijk, ze hadden natuurlijk met de weersituaties en met de warmte en zuik te maken. Dus de afstanden waren groot onderling. En goed, en afgelopen week was dat gewoon heel compact bij elkaar. En ik denk ook dat het komt dat je op een gegeven moment achterkomt. Dus iedereen denkt, iedereen wil een stapje extra doen. En dan ga je juist dingen doen die je misschien niet moet doen. Dus ik denk dat het samenloop van omstandigheden was. En ongelukkig in afwerking en slecht verdedigen in de eerste helft. Ja, na afgelopen woensdag werd er al gezegd van, ze zijn klaar voor de competitie. Maar na vandaag zou je dat niet zeggen. Welk gevoel heb jij daarbij? Ik kan me indenken dat je na vandaag denkt van, volgende week is het al. En spannend. Maar goed, het is alleen maar goed dat je nu denk ik een keer een mindere wedstrijd hebt waarvan je weer kunt leren. En de laatste week hebben we gewoon laten zien dat we goed kunnen voetballen. Dus ik heb er heel veel vertrouwen in dat het volgende week goed komt. Even over jezelf. Je hebt bij het Fletje toptoernooi een blessure opgelopen. Hoe heb je die precies opgelopen? Eigenlijk daarna op de training heb ik hem gekregen, die maandag. We deden een afwerkvorm en ik schoot op goal. En eigenlijk dat ik mijn lichaam, zeg maar, tegenstelde beweging van mijn been, zo'n bovenlichaam, een tegenstelde beweging van mijn been bracht. Ja, het leek net alsof ik mijn buitenspier inscheur als het ware, zeg maar. En daar heb ik frekking in de spier. En dat heeft een aantal weken rust nodig. Ja, want hoe gaat dat herstel? Ja, rustig. op een gegeven moment ga je langzaam weer opbouwen en dan gewoon kijken wat je kunt. En na 2 weken vond ik het op zich al heel snel. Dus ik heb nu alweer 2 wedstrijden gespeeld. En vandaag voor het eerst weer 90 minuten. Dus we werken langzaam naar die zaterdag toe. Nou, jouw directe concurrent is Juriaan Seppewolde. Daar moet je een strijd mee aangaan. Hoe ga je dat doen? Ja, goed. Gewoon zoals ik altijd zelf speel. Maar Juriaan doet het gewoon ook hartstikke goed. En een jongen uit eigen jeugd. Dus dat is hartstikke super. Uiteindelijk maakt natuurlijk de trainer de keuze, dat is logisch. En ik doe mijn stinkende best op centraal achterin en hij doet het ook. Dus wat uiteindelijk de samenstelling wordt, dat bepaalt de trainer. Hoe bevalt het hier bij Excelsior 31? Goed, ja, heel goed. Ja, goed, het is natuurlijk qua afstand even iets verder, dat wist je van tevoren. Maar goed, leuke groep en de club heeft gewoon alles ook top voor elkaar. Dus voel me goed thuis. Goed om te horen. Dankjewel voor dit interview en heel veel succes. Helemaal goed, dankjewel. Deze video werd u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen.